Goedenavond, dames en heren, en meisjes en jongens. Het is een beetje een rare tijd, coronatijd, en ik sta hier te praten voor een volle zaal, helemaal leeg. Dat, moet, dat is even wennen. Maar toch vind ik het fijn om jullie op deze manier met Burgers Zoo College, inmiddels de tweede, de tweede aflevering, toe te kunnen spreken over mijn werk als dierenarts hier in Burgers Dierenpark. Want daar gaat het over: er komt een dier bij de dokter. Nou. In de praktijk komt dat maar bar weinig voor. Ik heb uh, vroeger natuurlijk ook nog een klein huisdierpraktijk gehad dat een dier automatisch naar zijn dokter gaat. Uh, en hier is het al helemaal niet aan de orde. Dus wat dat betreft uh, moeten we daar wel even uh, bij stilstaan. Ik zal me even voorstellen: mijn naam is uh, Henk Lutte. Uh, ik ben dierenarts. Ik ben al uh, sinds 85 dierenarts. Uh, wel. Met een paar hiccups. Dat wil zeggen, ik wilde al van jongs af aan dierenarts worden. Maar ik ben zeven jaar uitgeloot naar mijn VWO. En ik uh, ben de tussentijd nog even wat dieren. Uh, uh, ben ik farmacie gaan doen. Maar ik bleef maar uitloten. En nog eventjes. En ik zou zowat apotheker zijn geworden. Maar gelukkig ben ik uh, via de Belgische weg. Heb ik toch mijn studie volledig kunnen, uh, kunnen afronden. En mijn droom kunnen verwezenlijken. Uh, dit is een beetje hoe dieren. Want je zou denken: dierentuin, dierenarts, dat is toch wel het hoogst haalbare wat je als dierenarts kunt meemaken. Um, maar en ik ben uiteindelijk dierenarts geworden omdat ik uh, zoveel om dieren gaf: dat ik het ook leuk vond. Alleen uh, ja, de dieren kijken daar toch met een heel ander perspectief naar. Dit is onze man Bowie, die denkt daar toch heel anders aan. Wanted en vooral not alive, maar volledig dead. Um, en dat is niet alleen bij uh, de, de mensapen zo het geval, maar dat is eigenlijk groter modo in het hele park zo. Er is één uitzondering en dat is een uh, uh, van de olifanten. Dat is Pinky, een van de oudere vrouwen die we hier hebben. En die is idolaat van me. En waarschijnlijk komt dat omdat we, ik haar destijds, jaren geleden, heel intensief heb moeten behandelen. Ze was heel erg ziek. En blijkbaar, als een soort dankbaarheid, ik leg het maar uit, vanuit mijn eigen perspectief, um, heeft zij een, een link met mij en een, een klik. En iedere keer als ik daar kom, dan denk ze: ah, hij is er weer, dat wordt gezellig. Nou, dit was. Uh, het doel, als klein jongetje keek ik naar dactariën, de ouderen onder ons die zullen dat, dat herkennen, met de, de, leeuw, de schele leeuw, uh, leeuw Clarence. En, uh, uh, uiteindelijk hebben ze, toen ik 25 jaar hier dierenarts was, hebben ze me dit uh, als foto toegezonden. Ik wou jullie het toch even delen. Uh, en eerlijk gezegd uh, is dat wat, het, wat ik nu hier allemaal aan het doen ben. Nou, de introductie. Het is zo dat uh, ik, ik heb in mijn hele carrière vanaf 85 ben ik dan dierenarts geworden. Ik ben vrij snel weer terug naar mijn geboorteplaats gegaan. Hier in Velp. En um, ben daar in de praktijk terechtgekomen uh, met Pieter Jong. Die destijds hier al uh, dierenarts in Burgsdierenpark was. Ik ging daar natuurlijk al mee. En als klein jongetje ging ik er al mee. Mocht ze tas dragen, heel erg spannend. Dus in die zin wat ik al heel erg vroeg... Uh, ja ge ook met de dierentuin, maar niet alleen met de dierentuin, ook met honden, katten, paarden, koeien, varkens, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk mijn droom dierenarts verwezenlijkt, 85 afgestudeerd. en Pieter Jong die vroeg of ik toch uh, wou komen werken, omdat het, we hadden wel een klik. Prima, heel graag zelfs. En uh, uiteindelijk uh, in de praktijk had ik destijds honden, of we hadden we honden, katten. Eigenlijk alles wat in het breedste scala, dus eh, runderen, geiten, paarden, nog veel. Maar er zat ook burgersdierenpark in, er zaten nog natuurorganisaties in, natuurmonumenten, free, eh, zelfs bosbeheer. En door de jaren heen heb ik me ook mogen bezighouden met de herintroductie van uitgestorven wilde dieren hier in Nederland. Nou, daar zijn de voorbeelden van. Eh, de otter. Eh, en de bever, nou die doet het waanzinnig goed. Daar heb ik uh, aan de wieg mogen staan. Uh, zelfs zo goed dat er nu her en der wat, uh, wat problemen gaan ontstaan. Dat de dieren uh, zeg maar zo ver oprukken dat ze eigenlijk de mensen een beetje in de weg gaan zitten. Maar goed, uiteindelijk uh, heb ik wel destijds mee mogen helpen aan de herintroductie. En dat deed ik door uh, de dieren die als eerste uitge uh, uitgezet werden, die moesten gevolgd kunnen worden. En er werd een zender in de buik geplaatst, dat mocht ik dan doen. Ik heb daar wel een goed gevoel bij, waardoor je toch de biodiversiteit in Nederland eh, wat ver, verbreedt. En die is toch lang, langzamerhand een beetje door een, door een flessenhals aan het gaan, dus wat dat betreft is goed. De middelste foto is een Schotse hooglander. Die Schotse hooglanders lopen hier op de Veluwe. Eh, daar lopen een 200-tal Schotse hooglanders in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Uh, mogen hun hele dag uh, doen wat ze willen. Ze hebben geen uh, consumptief uh, en geen productiedoel. Dus ze doen hun eigen ding. En uh, wat ik eigenlijk ook wel heel erg uh, kikker vond, is destijds de herintroductie van het Prezalski paard. Dat behoeft enige, uh, enige uitleg. Het Prezalski paard is, uh, was destijds in het wild uitgestorven in Mongolië, door de Russische en de Chinese overheersing. Is die is diersoort uitgemoord. En uh, her, her en der in diertuinen waren nog wat exemplaren over. En daar is een stichting mee aan de gang gegaan. Daar hebben we daar een stamboek van opgericht in een jaar of 20, uh, gedurende een jaar of twintig. En dat stamboek dat heeft ertoe geleid dat er een wat bredere populatie, ook genetisch zo gevarieerd mogelijk, ontstond, waardoor tiental grote transporten naar Rusland gegaan zijn. Om die dieren daar weer in het wild uit te zetten. Nou, dan mocht ik twee keer mee naar Mongolië. Ik vond het echt overweldigend kicken om, om, om daaraan mee te mogen werken. Om een, een diersoort die uitgestorven was, in het wild toch weer in het wild terug uit te zetten. Nou, dat werden we met. met enorm veel enthousiasme daar ook door de Mongoolse bevolking in, in ontvangen. En uh, eerlijk is eerlijk, dat is uh, een, hoog moment, een van de hoogmomenten in mijn carrière. Uh, daar loopt nu op dit moment een duurzame populatie in Mongolië, die ervoor zorgt dat ze, uh, uh, zeker in die barre winters die ze daar soms hebben, uh, zichzelf red, uh, redden. Uh, en natuurlijk, hè, de Burgers' zo, nou, daar gaan we de rest van de avond over hebben. Dat, uh, dat gaat goed komen. Nou, dit is een pakje wat ze me destijds in het, in, uh, bij het 25-jarig uh, jubileum hier in het park hebben aangegeven. Aangege, uh, uh, ik heb het maar voor de proforma even aangehouden. Uh, wat wel interessant is, is dat we even op de röntgenfoto zien. We hebben, we hebben ook beschikking over van alles en nog wat, waaronder ook röntgenfoto's, dat we heel erg veel Onderzoeken. Ik kom daar straks nog even op terug. Uh, even voor de beeldvorming. Hier zie je een schildpad met eieren en hier zie je een schildpad zonder eieren. Hier zie je naast nog een bovenin een gefractureerde uh, uh, bovenbeen, in dit geval van een bobcat. En die heb ik destijds met een pen ge gespalkt. En daar zitten ook wat staaldraadjes, die kun je nu op dit moment niet zien. En dit was nog een mangabee Die had, was op een gegeven moment vast komen zitten. In, 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 ik dacht in het hek. Die had een geluxeerde elleboog. Dat kun je ook zien: die elleboog is helemaal uit elkaar. En die hebben we onder narcose weer teruggezet. Waardoor iedereen weer fris en fruitig was. Um, ja, hoe word je dierenarts? Uh, dat is nogal. Uh, en vooral een dierentuin dierarts uh, Dierenarts is op zich al lastig om te worden, want je, we hebben zoals je weet uh, in Nederland een nummerus dus je moet ook nog loten, je moet ook nog geluk hebben. En dan is het ook nog een redelijk zware studie. Veel theorie, veel stampen. Maar goed, uiteindelijk, uh, als je het graag wilt worden, dan is dat ook helemaal geweldig. Um Historisch gezien is een dierenarts eigenlijk een voortvloeisel vanuit de praktijk. Het is ook logisch: als je paarden behandelt, dan kun je eigenlijk ook wel een zebra behandelen. Tenminste, aan ziekte. Alleen het probleem is: hoe ga je hem behandelen? Want dat beest kun je nog een hals doen, nog kun je zijn voeten optillen en nog kun je erop zitten. Dus wat dat betreft is hij niet echt wild, echt wild en is hij ook niet echt tam te krijgen. Nou, daar komen we zo op terug. En... Die, die ontwikkeling van het vak is langzaam steeds meer geëvolueerd en steeds meer verder gespecialiseerd in details, die. Vroeger was het eigenlijk zo dat. Als een beest de narcose overleefde, dan deed je het eigenlijk heel goed. Tegenwoordig weten we zoveel over narcose dat het eigenlijk een unicum is. Als er nog eens een keer wat, wat fout gaat in, een, in, in de verdoving of in de hele behandeling. Dus wat dat betreft uh, is er, zijn er enorme stappen gemaakt. Gelukkig heb je de hele evolutie meegemaakt. Want vroeger was het echt best wel spannend. Ik denk, nou, 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 moeten we het wel doen, moeten we het niet doen? Wat, wat zijn de risico's? En die risico's moet je overigens tot op de dag van vandaag allemaal afwegen. Maar het is wel zo dat uh, dat, dat best wel... Uh, ja, iedere, keer weer, iedere keer, tot op de dag van vandaag, ook spannend is. Uh, we hadden vroeger ook lang die, 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 niet de beschikking over allerlei medicijnen die we tegenwoordig ook hebben. Die evolutie is ook enorm gegaan. En ja, uh, het is logisch dat binnen de faculteit er geen speciale opleiding is voor dierentuin dierenartsen. Je kunt wel specialiseren in reptielen of in, in, uh, in vogels... Maar daar houdt het een beetje mee op. En dat komt een beetje omdat wij, schrik niet, we hebben eigenlijk maar een tiental dierentuin dierenartsen in dienst. Of in, in Nederland. En, en dat wil zeggen dat, uh, ja, dat, het, dat de spoeling wel heel erg dun is. Tien, tien dierenartsen die in dierentuin setting werken. Nou, laat een keer met part-timers vijftien zijn, maar dat is het ook wel echt, echt helemaal op. Uh, en dat is een clubje dat uh, heel klein is, maar dat me, elkaar wel heel erg kent. Uh, als er problemen zijn of vragen zijn, dan is het heel makkelijk om even over en weer te bellen. Om te kijken van hoe, je, hoe het ermee staat en wat zou jij erbij doen. Dus dat is wel, wel leuk en, en goed om te doen. We zijn ook geen concurrenten van elkaar. Overigens, de diertuinen zijn, gaan, trekken we ook heel veel samen allemaal op. Het, na, het, het grote voordeel wat. Ik Nog gehad heb ten opzichte van de, de hedendaagse dierenarts uh, die nu afstudeert, is dat ik een enorme generalist ben. Ik, ik ben van alles nog opgeleid. Ik heb hondenopleiding uh, gehad, kattenopleiding, misschien niet, minder diep als tegenwoordig. Ik heb nog varkens in de in, uh, in, uh, in uh, tijdens mijn studie gehad, kip, kippen, ik heb paarden, koeien, de hele mikmak geiten. En die kun je allemaal in deze brede setting heel erg makkelijk implementeren in De behandeling. Kijk, een herkauwer is echt een heel ander beest als een paard. En dus wel heel erg handig als een vleeseter. Nou, als je alleen maar gespecialiseerd bent in honden en katten, dan ben je wel gespecialiseerd in carnivoren. Dan kun je heel goed wolven en heel goed uh, tijgers waarschijnlijk behandelen, maar dan wordt een gnoe en een uh, antiloop al een heel ander paamouwen. Laat staan een haai of een, uh, een uh, nou ja, noem het maar, of een, of een vogel. Dus wat dat betreft. Uh, is het prettig om zo breed opgeleid te zijn? Daarna moet je dat natuurlijk wel je kennis heel erg verdiepen. En dan kun je heel erg toespitsen op dat wat je graag verder wil uitgezocht hebben. En dat is heel erg afhankelijk. Nou, als je een probleem hebt met een Gnoe, nou, dan duik je eens even in alle literatuur van de Gnoe. Dat is niet alleen bij boeken. We hebben heel veel standaardboeken tegenwoordig, waren toen in 85 ook de nul. Je hebt tegenwoordig internet. Je kunt enorm veel kennis uh, ophalen. Op, op je hebt tegenwoordig ook uh, allerlei fora waar je allerlei discussies met dierenartsen kunt doen. Dus in die zin kom je er wel uh, kom je aan heel veel kennis en know-how aan. Alleen het blijft toch altijd ja, ook spannend. En het belangrijkste is misschien nog wel het logisch denken: van wat kan wel en wat is heel erg uitzonderlijk en wat, ga, wat is wat is. Het meest waarschijnlijke, maar je blijft altijd met een breed scala aan keuzemogelijkheid zitten. We hebben ook altijd congressen, Eén, uh, twee keer per jaar. Nou, dat is met coronatijd natuurlijk ook helemaal op zijn gat gekomen. We doen het nog wel met de Zoom en met de Teams, maar goed, dat is allemaal nog wel even wat uh, ander pamouwen. En het is ook, uh, ik moet zeggen persoonlijk, misschien als oudere man, best wel uh, vermoeiend om een hele dag achter een computer te zitten en dan al die lezingen te volgen. Maar goed, uiteindelijk gaan we daar toch langzaam mee door en uh, komt het ook op een gegeven moment uh, wel, uh, ja, toch uh, tot, een, tot een niveau van uh, wat steeds dieper gaat, wat steeds nog verder evolueert, wat ook steeds nog, uh, uh, ja. Uh, spannender wordt. Hè? Uiteindelijk krijg je krijgt ook nog weer wat, wat deelspecialisaties op dit moment. We hebben sinds kort ook een ocean. Nou, sinds kort al jaren. Maar goed, uiteindelijk uh, toen de ocean gebouwd wel, was, wist ik dat er een goudwis bestond. Ik wist dat er, uh, dat er uh, haring was, maar dan vooral met, met, uh, met, uh, met, met uitjes. En uh, wat de voor en de achterkant van een haai was, en daar was het dan een beetje, een beetje gechargeerd, maar toch. En nu moet je daar toch enorm in verdiepen. Ik moet er wel bij zeggen dat onze bioloog Max Jansen daar natuurlijk heel veel meer kennis van heeft. Die zit er veel dieper in. Maar samen komen we daar dus ook weer heel een, een, een eind mee. Ik zei het al: nieuwe medicijnen. Uh, vroeger hadden we, uh, als we een chimpansee verdoofden. Nou, dan was hij uh, twee, drie dagen had hij, was hij goed van het pad af, om het maar zo te zeggen. Hij was. Uh, we denken dat hij hoofdpijn had, maar dat weten we niet zeker, maar hij zat er in ieder geval goed depressief bij. Uh, het is een beetje in de tijd van de chloroformtijd. overigens deden we dat niet bij chimpansees, maar in die tijd, hè, dat, dat je op een gegeven moment gewoon bedwelmd raakt. Uh, die narcotica tegenwoordig niet alleen humaan, maar veterinair ook, die kun je enorm uh, goed ook antagoniseren, dus wegspuiten, waardoor je weer sneller wakker wordt en niet veel uh, hangovers hebt van de narcose. En uh, ja, soms is het ook wel. Uh, ja, hoeveel, hoeveel moet je geven? Hè? Een narcosemiddel van een, een tijger is echt anders dan van een leeuw. Terwijl ze toch erg op elkaar lijken. Een tijger is voor bepaalde narcotica heel gevoelig. Krijgt daar zelfs op een gegeven moment hersensymptomen uh, bij. Nou, de, die combinatie wil je dus niet. Nou, het grote voordeel is, en dat waar ik net over had, is dat als dat, ge, als dat gepubliceerd wordt, dan denk je, oh, dat heb ik ergens gelezen, dan moeten we niet meer, niet meer gaan doen. Dus in die zin gaan we, wordt, die, wordt die, die, dat niveau enorm veel hoger. En soms is het ook een beetje van, nou, weet je, hoe gaan we dit aanvliegen? Uh, we, we komen straks nog wel even over, we hebben destijds in Murene geopereerd, ik had dus een beetje rondgevraagd in de wereld van, nou God, wie heeft er ervaring met het opereren van de murene? We hebben het dan over een hele lange palingachtige vis, van een kilo of 15 tot 20, dus, en ook nog gevaarlijk ook. Dus als je daar een vinger in, de, in, je, in je bek steekt, dan ben je hem ook nog kwijt ook. Uh, nou, iedereen die wenste mij geluk, en iedereen zei, nou, toi, 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 hartstikke spannend wat je gaat doen, maar niemand kon mij van adv advies dienen. Dus toen we, kwam het een beetje erop neer dat je toch een beetje... Ja, toch. Want hij moest geopereerd worden, een hele grote tumor is, En zei. Toch, uh, toch maar proberen en dan zien we wel. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar, eerlijk is eerlijk: uh, diertuin-dierenarts uh, zijn. Uh, iedereen denkt dat ik s'morgens olifanten opereer. En s'avonds uh, en smiddags nog een leeuw. En s'avonds doe ik er ook nog eens een antiloop bij. Nou, no way. Het is, ik heb in mijn hele carrière vanaf 85, dus dat is ruim 35 jaar. Eén keer een olifant geopereerd. Dus dat is nou niet zo spectaculair. Terwijl dat vaak iedereen wel als beeldvorming heeft. Een aan dier, dierenarts. Die gaan de grote beentjes, spannende dieren om. En dat is, is ook soms zo. Alleen het is minder spectaculair als soms de beeldvorming wel doet schetsen. Maar het is natuurlijk wel zo dat. En dit zijn de jongens die mij zo ontzettend negatief benaderen. De chimpansees voorop. En die denken op een gegeven moment van wat er ook gebeurt. Maar die dierenarts komt niet aan mij. Nog aan mijn familie, nog aan mijn vrouwen, nog aan mijn kinderen. Wat er ook gebeurt. Dus alle registers gaan open. Alles is toegestaan om mij het leven maar zo zuur mogelijk te maken. Nou, dat gebeurt dan ook vaak. Uh, de beesten, als die voor het hok staan en ik wilde een dier uh, uh, bekijken of die. Uh, de verzorger zegt dan op een gegeven moment: van, Goh, ja, ik voel Ik denk dat hij niet lekker is. En die, van die, met de verzorgers hebben ze overigens een hele goede contact hoor. Maar bij mij wat minder, of heel erg slecht zelfs. Als ik dan voor het hok sta, dan is hoe ziek het dier ook is, niet ziek. Of doet in ieder geval zich niet ziek voor. En dat is ook wel logisch. In de vrije natuur doen ze dat natuurlijk ook niet. Die laten zich allemaal van hun beste steentje zien. En dan op een gegeven moment krijgen ze toch het beeld van: Nou, wie ziek? Ik? No way, ik, ga, ik ben hier niet ziek. En dan krijg je dus dat op een gegeven moment. Ga maar naar de buurvrouw of de buurman. En dus wat gebeurt er dan? Ze beginnen enorm te gillen. Ze beginnen enorm te trommelen op de tralies. Ze smijten met alles wat ze in de handen kunnen krijgen: stokken, stenen, grond, inclusief poep. Uh, ik krijg alles om de oren om mij maar zo snel mogelijk het verblijf uit te krijgen. Ik ga er natuurlijk nooit bij in, want ik denk dat ik als ik bij een simpel C in het hok zit, dat ik nog geen vijf seconden de tijd heb. Om, dan word ik helemaal afgemaakt. Dus dat is, en dat is overigens bij de gorilla's ook hoor. Dus daar, daar zorg ik wel goed voor. Maar goed, belangrijk is wel: hoe houden we die dieren gezond? En dat doen we eigenlijk op heel veel vlakken. We zorgen ervoor dat de omgeving uh, veel beter wordt. Kijk, we, we hebben ook in de een hele evolutie doorgemaakt. Vroeger had je hokje beestje, hokje beestje. Het ging ook een beetje om de, om, om de soorten en om de kleuren. En het was ook nou ja, een beetje een postzegenverzameling. Die tijd is ver achter ons en je ziet nu, en dat is het leuke van dit park, Beursdierenpark is heel uit vooruitstrevend door de bouw van de bush, door de desert, door de rimba. Dus grotere verblijven, misschien minder aantallen dieren of minder gekleurde dieren, maar vooral dieren die ook nog heel erg bescherming behoeven en ook in zoveel mogelijk. Uh, kunnen houden in een zo natuurlijk mogelijk omgeving. Ik weet ook wel, ze zitten in gevangenschap, alleen we proberen het allemaal voor de dieren te maximaliseren. Nou, dat proberen we dus onder andere hier bij de ibissen. Nou, je ziet het ook, die beesten die, als ze, als ze vanuit een, een, een kleiner hok komen en ze komen, dan leven ze enorm op. De temperatuur, de vochtigheid, alles wordt gereguleerd, alles wordt op punt gezet en alles wordt ook gemaximaliseerd. De bedding, heel veel van het, uh, het snoeiafval wat in de bush gaat, gaat weer terug de, de compostering in, dus de grond in. Waardoor je ook op een gegeven moment daar een soort uh, herbeleving en herleven hebben. En wat ook nog belangrijk is, en dat geldt voor heel veel dieren, ultraviolet. Zoals je weet zijn beesten die vooral in tropische gebieden zijn die, en in zonde, die krijgen best wel veel UV. Nou, die krijgen dat uh, in, in diertnaarsetting minder. Dat wordt dan gesubstitueerd met UV-lampen. Dus in die zin wordt alles wel voldaan. En UV is in dit geval heel belangrijk voor de vitamine D-huishouding. Overigens, even ter, terzijde: het is belangrijk dat, want de vitamine D-huishouding bij ons als mens, zwinters, is altijd onvoldoende. Het is handig om, dat is een tip van de week eh, om bij. Eigenlijk bij mensen, de, en er is onvoldoende zonlicht om altijd vitamine D-tabletjes erbij te geven. Dat is even, even handig, want uh, wij, wij volgen dat ook bijvoorbeeld bij uh, bloedonderzoek bij de aap, bij onze apen, dat vitamine D eigenlijk, uh, doordat we het substitueren, dus aanvullen in het, voed, in het voedsel, dat ze allemaal normale waarden hebben. Normaal, zoals wij dat vergelijken bij de menselijke situaties. En dat is, uh, dat is nodig om te subsidiëren. En dat is extra nodig bij donkerkleurige apen. Overigens ook donkerkleurige mensen, die absorberen minder UV. Belang, uh, hele uh, lichte mensen die, uh, absorberen dat meer. Donkere mensen moeten meer UV uh, bij, bij slikken. Nou, we doen het niet alleen met verblijf, maar we doen dat ook met. Uh, met de voeding. Nou, die wordt steeds meer. Uh, vroeger uh, was eigenlijk uh, ja, wat voorhanden was, en wat vaak een ander park waar die beesten ook leefden en waar ze het goed deden, werd, overge werd overgenomen. Tegenwoordig wordt daar veel meer onderzoek naar gedaan, wordt ook gekeken naar de vitamine- en mineralenbehoeftes. Er wordt ook bij het bloedonderzoek gekeken hoeveel vitamines en mineralen dan wel in, dat, dit, uh, in deze uh, beesten uh, uh, aanwezig is, dus door bloedonderzoek. En wat we ook doen, we doen aan enorme verrijking. Dus uh, je moet zo zien, die beesten die, die, die willen ook vertier en spelen hebben. Nou, dat zie je hier bijvoorbeeld in dit geval bij de uh, Sri Lanka-panter. Elke daar, die hangt uh, een uh, groot stuk bot met vlees aan een groot touw. En, uh, waardoor uh, de Sri Lanka-panter extra veel moeite moet doen om dat te kunnen eten. Uh, dat houdt hem fit. Daar krijgt hij spieropbouw van. Hij heeft er ook zin in. Hij heeft er, het is ook een, een leven wat hij gewend is: hè? jagen, klimmen, klauteren. Um en slanke pand is nou bij uitstek ook een diersoort die het in de vrije wildbaan, dus in de natuur, heel slecht doet. Daarom hebben we bij deze diersoort zijn we ook, uh, mogen we daarmee fokken en hebben we daar de laatste jaren, de laatste tiental jaren ook hele goede resultaten bij. Want in het wild, wat ik me heb laten vertellen, zijn er tussen de 200, 200 en 300 wilde exemplaren nog aanwezig. Nou, dat is heel weinig voor deze diersoort en ik denk dat het ook een taak is van. Dierentuinen om die diersoort te behoeden voor uitsterven. Uh, je krijgt dan. Uh, en wat. En daar komt natuurlijk de dierenarts nog meer bij kijken. Overigens, dit doen we allemaal in teamverband. Dit doen we met de biologen. Dit doen we met management. kom ik zo nog even terug. Uh, en uh, we zorgen natuurlijk wel ook dat we uh, de dieren vrij van ziektes houden. Dat doen we door ze uh, enorm te screenen. In de coronatijd is dat sowieso al een ding. Hè? Je wilt die, die infectie wil je natuurlijk niet naar de mensapen hebben, want we weten dat ze gevoelig zijn. In enkele parken zijn ze al, in Amerika zijn ze al begonnen met vaccineren. Nou, zover zijn we nog niet, want onze eigen bevolking is nog niet eens gevaccineerd. Maar we zorgen dus wel, in dit geval voor corona dat extra hygiënische maatregelen zijn: mondkapjes, overal, pakken, handschoenen, overschoenen. Om maar te zorgen dat, uh, dat de infectie niet binnengesleept wordt. En al bij de minste klachten die verzorgers hebben, aan hoesten of uh, koorts, of familieleden waar die verzorgers bij leven, moeten ze of thuis blijven en kunnen ze niet naar de apen. Dus tot dusver is het allemaal heel goed gegaan, maar het geeft wel extra veel energie uh, om dat uh, goed te regelen. Nou, dit is, uh, de, de foto hieronder is natuurlijk in de pre-corona-tijd gen genomen. Geen mondkapje, wel handschoenen. En we kijken dus met bloedafname om te kijken hoe de algemene situatie van het dier is. Of die gezond is, of fit is, of vrolijk. We kunnen dat zien aan alle enzymen. Of die geen bloedmoeder heeft, welke vitamine en mineralen heeft hij. Dus in die zin hebben we een heel palet van onderzoeken die we iedere keer doen. Waardoor we met redelijk wijze kunnen aannemen dat het dier topfit is. Een beetje zoals we dat bij mensen ook doen. En uh, dat doen we niet alleen incidenteel als een beest toch onder een kozen moet. Hè. Dat kan bij wijze van spreken zijn om uh, een hoef te kap, uh, kappen bij een zebra. Dan halen we bloed uit om te kijken of die gezond is. Maar we doen dat ook als dieren vanuit een ander park uh, binnenkomen. Dan is dat bij het, bij het verzendende park gedaan. Of dat wij iets weg sturen naar een ander park. Dan doen we van tevoren ook een screening, want we willen ook het dier gezond naar het nieuwe park hebben. Um, nou, dan hebben we daar hier een, uh, uh, een verder onderzoek wat we doen is om te kijken. Kijk, je ziet dan bij deze de, de, dat het gewoon uh, want dat leer je ook. Je, je leert als dierenarts een beetje een klinische blik krijgen. Je, je, je kijkt op een gegeven moment naar zo'n dier en je, je ziet op een gegeven moment, je weet precies hoe die bezig gedragen. Of ze alert zijn, of ze fit zijn, of ze hangerig zijn. De verzorgers weten dat natuurlijk als geen ander. Maar vaak loop ik ook een beetje door het park heen. en Denk, hé, hey, nou, hmm, is het wel zo? Schiet ik een verzorger aan? Denk, nou, weet je wat, wat vind jij? Dan kijken we er samen eens even naar. En op die manier. Uh, krijg je een goed beeld over de gezondheid van de populatie. Nou, het mag duidelijk zijn, deze twee jonge tijgers, die, zijn, die zien er zeer fit, vrolijk en alert uit, en uh, die sta, zijn klaar om uh, desnoods mij aan te vallen. Maar dat gaat dan niet gebeuren. Uh, wat we ook doen, is om uh, preventief ervoor te zorgen dat die beesten gezond zijn om te zorgen dat ze geen worminfectie krijgen. Dat is heel makkelijk. We halen een, een, een rol uit het verblijf. Dat wordt uh, in, onder de microscoop bekeken met een speciale techniek. En dan kijken we of daar. Uh, Wormeieren in zitten of coccidiën of parasieten of wat dan ook. En als dat het geval mocht zijn, dat gebeurt nog wel eens bij vogels, dan geven we daar een wormkuur en na afloop van de wormkuur gaan we nog een keer checken of de, of de therapie aangeslagen heeft. En als dat zo is, dan is het weer voor elkaar. Het vervelende is als je een zware worminfectie hebt, dan uh, heeft dat een enorme impact op de uh, voederconversie. Dus dat wil zeggen de verteerbaarheid van het voer. Uh, Parasieten, en dat zegt de, de naam eigenlijk al, zijn meeeters. En die meeeters eten dus een heel groot deel van hun, het voedsel wat de dieren hebben, eten. Eten ze mee op. Maar dat wordt dan niet ter beschikking gesteld aan het, aan, de, aan het dier zelf. Dus dat is. Uh, we kijken een beetje naar de stevigheid. Nou, hieronder een olifantendrol, die ziet er stevig uit. Dus ik sta er iedere keer weer versteld van, als je een olifant ziet eten, wat daar allemaal in gaat aan hoeveelheid. Maar er gaat ook hele, gewoon hele boomstammen in. En dat kun je ook wel zien aan de, aan, de, aan de vezels hier. Dat zijn allemaal hele grote, grove vezels. De verteerbaarheid is ook bij olifanten nooit heel, 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 heel groot. Er gaat heel veel in, maar er komt ook heel veel aan de achterkant uit. De hoeveelheid drollen die zijn echt kruiwagens per dag vol. Bij zebra is dat natuurlijk wel wat anders. Maar we weten dus wat de normale consistentie van een drol moet zijn... En, ook dat, en als dat niet goed is, bijvoorbeeld diarree, dan word ik er ook bij geroepen. Wat verder belangrijk is, is uh, qua preventie, is uh, het vaccineren. Uh, we vaccineren vooral uh, uh, tegen ziektes die klinisch relevant zijn. Uh, in dit geval als eerste uh, de kattenziekte, niet-ziekte. Dat vaccineren we uh, omdat we bang zijn dat zeker bij jonge. Katachtigen, dus uh, uh, tijgerwelpen of leeuwwelpen, of uh, van, uh, die worden gevaccineerd op jonge leeftijd, waardoor ze een soort basisimmuniteit krijgen, waardoor ze eventueel, als er ooit een keer niet ziekte langskomt, wat niet waarschijnlijk is. Want een wilde kat zou aardig suicidaal zijn om in een tijger of in een verblijft te springen. Maar goed, je weet het nooit en hij kan ook langs het verblijf lopen... waar hij misschien toch die infectie heeft. Dus op die manier beschermen we de, die uh, dieren. Het enige nadeel is, en dat is een beetje wat, uh, wat het probleem is... dat uh, uh, vaccins, die zijn redelijk beperkt in dierentuinzetting... omdat het een doodvaccin moet. En heel veel vaccins zijn levend verzwakt. Dat wil zeggen, je maakt heel lichte infectie door... En dat is bij dode vaccins niet zo. Dat is gewoon alleen de, het, de immuniteit die wordt gestimuleerd en daar houdt het mee op. Dus wat dat betreft. En we doen dat omdat we nooit exact zeker weten. wat de reactie van welke medicijnen zijn op die dieren. Eh, eh, als je een leemt ver, verzwakt vaccin, bijvoorbeeld aan Sri Lanka panthers zou geven. dan zou het best kunnen zijn dat hij echt de klinische kattenziekte of niet ziekte gaat krijgen, omdat hij veel. Een heel ander immuunsysteem heeft. Dus we geven altijd dode vaccins, waardoor nooit een verzwakt virus toch virulent kan worden. Heel technisch verhaal, maar het is toch wel belangrijk om dat even te onderbouwen. Bij de uh, runderen en bij uh, paarden geven die uh, vaak uh, de, de vaccinatie tegen uh, tetanus, een botulisme en nog he een hele scala andere, omdat die dieren erg gevoelig zijn. Het zijn dieren die veel op de grond zitten, met een neus in de, in de grond zitten en dus veel meer gevoelig zijn voor tetanus als andere dieren. Die vaccineren we één keer per jaar, overigens zijn alle vaccins altijd in de eerste keer dat je ze vaccineert twee keer à la coronavirus. Hè. Je moet de eerste keer het vaccin krijgen, dan krijg je een beetje immuniteit. Bij de tweede vaccin krijg je een exponentiële groei van antistoffen. En dat zorgt ervoor dat je niet twee of tien keer zoveel antistoffen krijgt, maar misschien wel tien of duizend of tienduizend keer antistoffen. En dan ben je dus volledig beschermd. Dus vaak na een tweede vaccinatie ben je 100% beschermd. En dat geldt ook eigenlijk voor, corona, voor het coronavaccin bij ons. En... Wat eigenlijk de het allerbelangrijkste is van dit allemaal, het is, kijk, het, als dierentuin dierarts ben je natuurlijk, uh, ja, is het heel spectaculair om, daar, uh, uh, nou ja, om te zeggen dat je dierentuin dierarts bent, en dat is, dat is ook wel eervol, dat moet ik ook wel toegeven, maar het is vooral samen. En eerlijk is eerlijk, ik ben eigenlijk volledig afhankelijk van de dierverzorgers. Dierverzorgers die hebben één op één een, een goede connectie met hun verzorgde dieren, die, ze, die kennen ze dagelijks, die, die zien wat ze eten, die zien hun gedrag als er iets anders is of wat. Dus dat, dat is eigenlijk de pijler waar ik volledig op steun en die zorgen die geven mij de input om te zeggen van... nou, weet je wat, we gaan dat of dat of dat... en we gaan dus een beetje aanvliegen langs die kant. En soms is een behandeling ook geen behandeling. Uh, geen behandeling, dus even afwachten, is ook een therapie. Uh, niet een blijvende therapie, moet ik wel zeggen... als het probleem zich aandient. Maar het is wel zaak dat, dat je moet afwegen... wat nou het meest zinvolle is voor het dier. Soms, kijk, wij hebben ook wel eens een slechte dag. Nou, een, twee dagen later valt het misschien ook wel mee. Dus dat kan soms zijn, maar... Cruciaal is daar de dierverzorgers bij. Nou, er is een heel team omheen. En dat team, dat is, en tegenwoordig doen we dat dus met, uh, met uh, teams. Nou, uh, ja, ik moet er toch een beetje aan wennen en tot op de dag van vandaag, maar het is niet anders. Uh, en, dat, uh, en dat doen we niet alleen met de curatoren en de biologen, maar we doen dat ook met de dier en dierartsen onderling. Dus in die zin, blijven we wel in contact met elkaar, maar dan even anders. Um, en die team effort is wel cruciaal. Het is niet alleen dat uh, de, de verzorger van de leeuwen en ik, bij wijze van spreken, en de biologen het klaren. Maar we doen dat, op die, op, we doen dat eigenlijk met z'n allen. En dat is niet alleen... Uh, de verzorgers, maar daarom moet ik het toch wel even bij zeggen. We hebben eens in de, ieder kwartaal hebben we een kwartaalbijeenkomst. dat je ook eens hoort van hoe het in de horeca gaat. Of hoe het bij de afdeling bij de facilitair is. Of dat de dierverzorgers. Of er is een dierverzorger bij de ocean die uitlegt hoe de waterkwaliteit in de gaten gehouden wordt. Het is dus allemaal uh, voor iedereen interessant, waardoor je een heel breed draag, draagklag binnen het uh, Burg krijgt. die ervoor zorgt dat we. Ons ook gecommitteerd voelen en gehoord en ook uh, gewaardeerd. En dat is, uh, uh, ja, is belangrijk. Um, dan komen we nu een beetje bij het echte werk. Uh, en dat werk, dat, is, dat begint eigenlijk meteen al, en dat is ook wel al bekend bij de grote dieren, bij het verdoven. En verdoven, en dat zei ik in het begin al, eh, een hond en een kat, die kun je nog eens een keer een thermometer in zijn billen stoppen, en dan denk je van, nou, weet je wat, hij heeft koorts, dus moeten we wat doen, en dan moet dan een kuurtje antibiotica vaak bij. Maar eh, bij dieren is dat wat anders. In dit geval is dat een banteng, Daar, eh, en als je die verder wil onderzoeken, dan moet er toch wel het een en ander gebeuren. Nou, ga ik we eerst even eh, zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Zo'n pijltje, wel vaak gezien denk ik, hè? Uh, dat pijltje dat gaat altijd in de beeldstreek. De beeldstreek spu spuiten we daar omdat dat de dikste spier is. En we doen dat ook met een lange naald. En uh, het voordeel daarbij is dat uh, uh, die, uh, uh, die vloeistof dan in het beest gaat. Overigens, uh, dit had ook een vaccinatie kunnen zijn. Uh, het vaccin is een klein volume, zoals het bij corona ook is. Corona-vaccin is niet veel, maar het is een klein volume. En dat kun je er ook in schieten. Die, die pijl die valt er vanzelf al uit. Dat is geen probleem. Dat duurt uh, maximaal vijf, zes minuten. En dan, is, uh, dan ligt hij eruit en dan kun je de pijl ophalen, oprapen en dan is het klaar. Um, we hebben daar de beschikking over, en dat zal, dat zal wel, wellicht wel uh, regelmatig uh, gezien zijn. In onder andere uh, een blaaspijp. Met een blaaspijl, en die blaaspijl uh, bestaat uit een, een kamer, en dat geldt overigens voor al deze dingen, een kamer waar de vloeistof in kan, in dit geval is dat 3 milliliter, dat is niet veel, maar het is niet anders, een naald, en op die naald zit een klein gaatje. Dat gaatje zie je niet aan de voorkant, zoals bij alle normale naalden, maar die zit aan de zijkant. En daar schuif je een rubbertje op, waardoor die... Afgestopt is. Dat kun je heel goed zien aan deze, deze dikke naald. Heb ik een beetje. Hier zit het gaatje zit halverwege, of zit aan het eind wel, maar aan de zijkant. Er zit een rubbertje op, waardoor de vloeistof niet uit kan. Nou, als die naald op dit. Spuitje gezet wordt. Hier zit 3 ml van whatever, wat er dan ook mag, mag zijn. Maar zit erin. Hier, achter wordt druk ingebracht. Hier zit een ventieltje. Kijk, je ziet het erop en neer gaan. En dan kun je op dat moment kun je dat uh, toedienen. Grappig is, als uh, hier druk achter ingebracht wordt, dan komt het zaakje onderdrukt en de vloeistof kan er niet uit, omdat het rubbertje nog op het gaatje zit. Pas als dat rubbertje opschuift. En dat gebeurt op het moment dat die naald door de huid heen gaat, het beest in. Dan kan de drukte wel af, want dan is het gaatje los en dan loopt de vloeistof erin. Nou, ik zal even voordoen hoe dat werkt. Kijk, de zaal is toch leeg, dus nu kan het. Ik heb de zaal voor mezelf. Maar dan zie je een beetje hoe het werkt. In dit geval doe ik dat met een blaaspijp. Dat gebruik ik eigenlijk voor alle kleine dieren. En, het is, en dat zal ik zo laten zien wat, wat, waarom dat is. Kijk, laat even zien hoe het werkt. Kijk, op die manier, als de zaal nog vol was hadden we dat natuurlijk niet gedaan, maar nu wel. Um, en op die manier kun je dus vrij gericht dat pijltje in dit geval meestal in de bil schieten. Nou, dat, en dat zag je net al hier links ook aan de, uh, op de dingen. Meestal gebruik ik het pistool, een blaaspistool. Dan doe ik er een pijltje in, en die hebben we van diverse groottes. Dit is een 2cc pijltje. Je kan hierin met diverse soorten naalden, hele kleine, maar ook hele lange. En het is, mag duidelijk zijn dat een hele lange naald natuurlijk niet een heel klein aapje gaat, maar dan gebruiken we dat hele kleine uh, naaldje. Ook soms hele grote spuiten. Nou, hier kan 10 cc in en soms is dat nog niet voldoende. Als stel dat ik een antibiotica moet spuiten bij een olifant en dan moet ik er wel drie tegelijk in spuiten. Of, nou, niet tegelijk, maar achter elkaar in. Dat vinden ze vaak niet leuk, want de eerste die, 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 die hebben ze nog vaak niet in de gaten. De tweede denkt, nou, dat is minder leuk. En de derde zegt: bekijk het maar, ik ben weg. Om te illustreren hoe dat werkt, de druk kan gevarieerd worden. Tussen de 0, nou, dan komt er geen lucht uit. Tussen de, tot de 10 bar. Dat is best veel. Ik zal het eens even opschroeven opschro tot 10 bar. Dan kun je een beetje misschien horen. Even checken of die leeg is. Dat is wel prettig, want anders vliegt hier alles door. De... Ja, die is leeg. En als je, dat, als je hem nu afdrukt, dus in dit geval. dan hoor je een vloeistof, die, of een, 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 een luchtdruk, die veel groter is dan dat ik kan uh, kan wegblazen. En, dat blijkt, en daardoor kan ik ook op veel grotere afstand die, dier, die dieren bereiken. En, maar ik kan ook veel zwaardere pijlen gebruiken. Kijk, je kunt ervan uitgaan, als je deze met de mond weg moet blazen over 10 me meter, moet je wel zo'n ontiegelijk grote longinhoud hebben. Nou, die heb ik niet. Ondanks dat ik niet rook, maar toch. Dus dat zorgt ervoor dat je dus op die manier uh, op een vrij grote range eigenlijk kunt verdoven. Mocht dat nou ook nog niet lukken, dan hebben we altijd nog de beschikking over een geweer. En daar kan ik veel meer druk mee uit, uitoefenen. Uh, en daar kan ik ook, en in dit geval is dat tot zelfs 50 meter, nou dat is voor een jager die met een geweer schiet helemaal niet ver, maar dan zou ik eigenlijk deze hele zaal kan ik beschieten, zullen we maar zeggen. Dus alle dieren die hier zouden zijn, die zou ik kunnen raken mits de, de bil... Enige formaat heeft. Kijk, zo'n zo klein billetje op 50 meter gaat hem ook niet worden. En ik laat even horen wat voor druk dat is, want dat is echt wel een ander, ander paar mouwen. Kijk, dan krijg je dus nog veel meer druk. En die druk die gaat nog veel verder eh, dan. Eh, en dan heb ik de beschikking over andere pijlen. En dat zijn in dit geval eh, hele andere pijltjes die. Een zuigertje ook hebben, maar hier zit achter een klein kruidladentje. Dat wil zeggen, als je heel hard door de lucht vliegt, dan komt er een slaggoedje, vliegt op dat kruidladentje, waardoor het rubbertje leeg schiet. Dit is ook een disposable, dus één keer uh, gebruiken en daarna kunnen weggooien, want dan is het kruidladentje leeg. En dat heb je tussen de, in dit geval 2CC, en dit is dan 5CC. Dus nou, dat volume moet, is dus beperkt. Hè? 10 cc spuiten op 50 meter afstand... gaat hem ook niet worden. En je bent ook nog afhankelijk van veel wind. En veel weerzon. Je kunt nagaan dat als er heel erg veel dwarswind op staat... en dat pijltje dat geeft een bepaalde traagheid... dan waait hij gewoon met de wind mee. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus binnen heeft dat natuurlijk geen belang... maar buiten wel. Dus je bent daarin relatief beperkt. Maar goed, het is mogelijk. Alleen de volumina blijft beperkt. En dat... Hebben we daardoor ook problemen mee in bepaalde narcotica? Hele zware dieren hebben bepaalde narcoses nodig. En als we de huist- en de zouden gebruiken van een, 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 een paard naar een zebra, dan zouden we misschien 300-400 milliliter nodig hebben om dat beest plat te leggen. Dat wil zeggen dat je dan 10 eh, van die spuiten moet hebben. Nou, dat gaat nooit lukken, zeker omdat die, paard ook nog, of die zebra's ook nog niet stilstaan. En daardoor hebben we de beschikking over hele potente narcotica. Hele potente, zware narcosemiddelen, die ook levensgevaarlijk zijn. Dat wil zeggen dat als ik bepaalde narcotica op mijn hand krijg, en ik krijg dan druppelen op mijn hand, dan kan ik uh, de pijp uitgaan. En dat is niet prettig. Dus ik heb handschoenen aan, ik doe een bril op. Er staat altijd iemand naast die ervoor zorgt dat ik als er iets gebeurt dat ik een antidoot krijg. Dat is het antidood, dat is het tegengif, zullen we zeggen. Die ervoor zorgt dat ik dan toch wel weer wakker blijf. Op dat moment ga ik wel met vliegende vaart naar het ziekenhuis. Om dan op de intensive care toch wakker te houden. Maar goed, dat zijn allemaal gevaarlijke middelen en dat zijn ook uh, middelen die, uh, die, uh, die, uh, waar je even goed geconcentreerd moet zijn. Dus op dat moment wordt er geen lolletje gemaakt, wordt er even niet, uh, uh, wordt even gefocust op wat ik kan doen, ben, want anders dan, uh, dan gaat het toch weer van kwaad en dat moeten we niet hebben. En ongelukken zitten in een klein hoekje hoor, dus wat dat betreft een onverwachts iets uh, en, en ja, het is, uh, gelukkig is het nooit gebeurd. Ik zal even een stukje hout vasthouden, want anders gaat het toch niet goed. Maar, uh, uh, nou, daar hebben we van allerlei middelen voor. Een uh, heel scala, even kijken. Oh, sorry, uh, deze. Nou, een heel scala aan middelen en meestal zijn dat ook combinaties daarvan. Uh, hier wil ik nog even op terugkomen, want af Dit is eigenlijk nog een, een, een nieuwe tak van sport geworden. Uh, wat we tegenwoordig uh, beschikken over hebben is, uh, zijn antipsychotica. En het zijn middelen die ervoor zorgen dat dieren, wilde dieren, en ze zijn natuurlijk altijd onder een soort druk van stress, uh, uh, rustiger worden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een transport. Stel, er gaat een gnoe naar een andere diertuin dan, en hij moet... In een trailer of in een krat of in een, in, 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 een, in, een, in een vrachtwagen geladen worden, dan vindt hij dat niet leuk. En meestal staan ze dan ook alleen, want ze gaan niet een hele, hele, hele groep weg. Um, dan geven ze van tevoren een antipsychoticum. En dat zijn uh, antipsychotica die bij mensen gebruikt worden. Humane uh, antipsychotica, alleen we hebben daardoor ook trial and error. Gekeken wat de, het optimum dosering is voor een bepaald dier. En dat zorgt ervoor dat een dier gedurende, afhankelijk van het middel, tussen de 6 en de 14 dagen rustig blijft. En zeker die langwerkende antipsychotica die zijn heel nuttig, want het is niet alleen nuttig voor de aanvang van, en een paar dagen voor het transport te geven, waardoor hij al relaxed die kist ingaat en alles al prima vindt. Tijdens transport heeft hij daar enorm veel plezier van, maar ook bij, het, eh, bij de herintroductie in de nieuwe groep, of de, het nieuwe verblijf, of de nieuwe diertuin. Want dan denkt hij op een gegeven moment, het is allemaal niet zo erg als dat het wel is, dat het wel eruit ziet, want anders dan weet je... Kijk, een wild dier wat echt aan het flippen is, dat is heel moeilijk nog te controleren. Dat is een heel groot voordeel, ik ben er enorm voorstander van om die dieren daar toch in een soort hele vloeiende overgang... Naar een nieuwe omgeving uh, te geven. En eerlijk gezegd, het wordt nu ook wijdverbreid uh, gebruikt. Um, ja, en dan komen we nu eigenlijk daar waar we, misschien jullie vanavond wel voor uh, zijn komen, komen luisteren. Uh, dat is de, de curatieve diagnose, Het spektakel, hè, het bekappen, de operaties aan, aan uh, weet ik wat voor dieren. Dat is ook wel heel spectaculair. Alleen is. Relatief een klein deel van de sport. Helijk gezegd, uh, ik heb vroeger in de kleine huisdieren altijd enorm veel geopereerd. Uh, dat was echt wel mijn hobby. En heerlijk uh, gezegd, dat is dan, dat is dan jammer. Uh, als dierentuin opereer je relatief weinig. Uh, eigenlijk zijn alle dieren zijn eigenlijk allemaal heel erg gezond. Uh, en als het nodig is, dan is het ook meteen wel vaak dramatisch, hè? dan moet er ook wel flink ingegrepen worden, maar het opereren staat eigenlijk hier relatief op een klein pitje. Ik heb er wel plezier van, dat als ik dan in de kleine huisdieren veel geopereerd heb, dat ik wel veel operatieve vaardigheid heb, waardoor je ook heel makkelijk uh, wel zoiets doet. Kijk, als je heel weinig opereert, dan is het in het begin toch even wat stroef. Nou, hier zijn we dus bijvoorbeeld bezig met een zebra te bekappen. Nou, die heeft lange hoeven. Um, wat ik net al zei, een die kun je niet zo even bij een halsetje pakken en zeggen: Van nou, weet je wat, til je beentje op. Wat bij een rijpaard natuurlijk wel het geval is. En dan kan ik hem even bekappen. Want uiteindelijk is dit niet pijnlijk. Het is alleen wel zo dat het bier het niet toelaat. En dit dier is dus ook verdoofd met onder andere zo'n pijl. Met dat hele potente spul. En dat. Uh, zorg ervoor dat ze knock-out gaan. Ze gaan plat. Uh, dan kun je eigenlijk, ook, eigenlijk alles. Hè. Ze voelen ook niks op dat moment. Uh, je zorgt ervoor dat de ademhaling vrij is. Dat, dat ze uh, stabiel liggen. Uh, je hoort ze vaak ademen. Dus je weet dat het allemaal, allemaal goed is. Uh, je, je bekapt ze. Je kijkt nog even of, uh, of er bloed getapt kan worden. Je kijkt nog even naar de keel. Naar de neus. En je kijkt naar de achterkant. Eventueel of ze draagd zijn. Het voordeel is, als ze draagd zijn, dan kun je toch vaak deze narcose gewoon doen. En dat als voordeel, als, als, als grote voordeel is, dat, eh, dat eh, de narcose weg te spuiten is. Dat antidood waar ik het net over had. En Dat antidood, dat spuit je in een ader in. Dat is echt spectaculair. Het beest is totaal op dit moment in narcose. Je spuit er in een ader in, het antidood. En echt binnen 90 seconden, anderhalve minuut max... Uh, dan staat hij. En het grap uh, grappige is, op het moment dat we dan klaar zijn met bekappen, hè, want op dat moment is hij net even uit de harem gehaald, hij voegt zich weer bij de harem en hij kan meteen naar buiten en loopt daar gewoon of er nooit wat gebeurd is. Echt heel erg spectaculair. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds erg, heel erg grappig en leuk. Maar goed, voordat, uh, voordat we uh, weten wat, wat er nu precies aan de hand is moeten we toch even een heel anamnese, uh, wat, een, wat een huisarts en iedere dokter ook moet doen, je moet de voorgeschiedenis weten van wat is er aan de hand. Hè? Eet hij niet, drinkt hij niet, uh, uh, doet hij ramen zijn kop, heeft hij diarree, uh, nou doe hem maar, maar op en daar is de, natuurlijk weer de dierverzorging het cruciale, uh, de spil in die ervoor zorgt dat er op een gegeven moment van goede, uh, informatie voorzien wordt. We kunnen terugkijken naar, naar onze, onze dagboeken in ZIMS. We hebben een heel groot computerprogramma waar eigenlijk alles in staat. Niet van ons park alleen, maar echt wereldwijd. Waardoor je ook kunt zien, goh, bij die diersoort is die afwijking... en die ziekte komt meer voor, en is, uh, of is zelfs heel zeldzaam. Dus in die zin kom je aan een hele bak informatie die, die je kan helpen... om uit die hele scala van ziektes... Het enorm te decimeren naar misschien twee, drie, vier en misschien soms ook wel tien ziektes. Maar de een is veel waarschijnlijker dan de andere. En daardoor kom je tot een besluit die uiteindelijk tot een therapie noopt. Nou, dat, hebben, dat kunnen we met allerlei andere dingen doen. De diagnostiek, en dat is wel een beetje lastig. Die beesten, wat ik net al zei, die beesten die zijn wild. Duw me maar dat ze me zien, dan is het helemaal foute boel. Het voordeel wel tegenwoordig is met, uh, met, uh, met, uh, uh, met smartphones, is dat je, uh, zeker in, bij de apen, ik heel veel filmpjes krijg van verzorgers, Van dan zijn de, de dieren in een soort ontspannen toestand, ze zien mij niet, nou, dan vinden ze het allemaal wel geweldig, ze voelen zich niet bedreigd, en dan kun je dus heel veel beter het gedrag of de afwijking uh, aanschouwen van het dier in kwestie, als die eventueel toch iets mocht onder het leden hebben. Uh, ze werken in principe niet mee. En ik kan me niet herinneren dat er wel een beetje wat wel meegewerkt heeft. Maar goed. Dus dat, heeft, dat impliceert in principe of je. of dan kom je eigenlijk meteen op het kruispunt: moet ik hem hiervoor verdoven of moet ik hem niet voor verdoven? Want niet alles hoeft meteen. Verdoofd worden met bloedonderzoek. Ik ben wel nieuwsgierig om te weten wat er aan de hand is, maar soms kun je ook zeggen: Weet je wat, we kijken het even een dag aan, we moeten even kijken of die verslechtert, misschien verbetert. We stoppen er een paracetamolletje in, kan allemaal. Dus op dat moment kunnen we kijken van wat het is. Mocht het dan toch slechter gaan of even slecht, dan kunnen we altijd de dag erna nog proberen te, uh, te verdoven. En dan gaat het, de hele check en de hele batterij aan onderzoeken gaat gebeuren. Want op het moment dat we hem verdoofd hebben, dan doen we niet alleen een bloedonderzoek, maar we kijken zijn gebit na, we kijken naar zijn huid, we kijken naar zijn, 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 zijn nagels, zijn tanden. Eh, eh, eigenlijk alles. En we doen, kijken nog even naar, met een echo om te kijken of daar nog wat aan de hand is. Nou, CT en MRI doen we niet standaard, maar... Als het nodig is, dan kan dat, kan dat wel. Tegenwoordig zijn die CT en MRI's veterinair ook beschikbaar. Vroeger heb ik nog wel een leuke anekdote. Uh, uh, We hadden uh, vroeger ook Orang-Oetangs, en er, was, uh, er waren destijds vlak na elkaar twee Orang-jongen geboren, uh, van verschillende ouders overigens, moeders. Uh, maar één die liep een beetje achter in ontwikkeling. En iedere keer als hij zich een beetje opwond, won, dan keek hij enorm schil. Nou, best wel grappig om te zien, maar eigenlijk ook wel weer zorgwekkend. Dus we hebben toen op een gegeven moment met een radioloog van, uh, van het Rijnstaten, hebben we toen conclave gehad uh, van ja, hoe moeten we het? En toen konden we nog wel beschikken over in de avonduren over een, uh, een CT-scan van de hersenen hebben we toen genomen. En wat bleek, is dat bij de ontwikkeling van het, van, uh, het jonge orang eigenlijk een deel van de hersenen niet goed aangelegd was. Geluk bij een ongeluk was dat op dat moment... eigenlijk dat, ja, dat gehandicaptere haapje zeg maar, optrok met dat andere jong. En uh, het grappige is dat iedere keer als dat... Als dat, dat, dat gezonde jong, zeg maar, iets ontwikkelde, klimmen, uh, 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 pesten, uh, uh, judassen, what, whatever, dan deed die kleine dat, die andere dat na. Waardoor ze eigenlijk een soort uh, ja, opvoeding naar elkaar toededen. En het grappige is, toen we uiteindelijk stopten met, uh, met uh, de Orang Hoetas hier in het park, en, en, en elders gaan, dan hebben we wel bedongen dat die twee eeuwig bij, bij elkaar blijven. Die, zijn, die waren eigenlijk zo. Uh, verbonden met elkaar, dat dat gehandicapte uh, orang eigenlijk een relatief normaal leven kon leiden. Helemaal zichzelf ont kon ontwikkelen en ook kon doen laten. Maar altijd met een soort backup van zijn halfbroertje, zullen maar zeggen. En dat was eigenlijk wel grappig. Maar dat was via, met een, met een, uh, een CT-scan gedaan. Uh, we doen dan natuurlijk ook niet alleen uh, het algemene bloedonderzoek. Maar we kijken op een gegeven moment... En dan kunnen we natuurlijk wel temperaturen, hè, want dat is dan natuurlijk wel welzinnig... Uh, en we kijken in dit geval hier rechts naar een tijger. En die, de verzorger, dat was wel grappig, de verzorger kwam op een gegeven moment naar me toe, die zei van, uh, hij heeft hier zo'n heel raar plekje, er zit altijd een korstje op, en dat zat net onder, de, onder zijn ogen. Ik denk, goh, wat raar. Maar uh, we hebben dat nog eens bekeken, nader bekeken. Ik zeg, goh, dat lijkt wel een visteltje, een vistel. We hebben foto's gemaakt, wat bleek is dat de hoektand... Deze hoektand, deze waar mijn vinger bij zit, die bovenhoektand, die ook wat afgesleten is, die bleek uh, uh, ontstoken te zijn bij de, bij, de, bij de wortel. Maar kijk, je weet dat tijgers die hebben enorm grote uh, hoektanden hebben. Alleen was een stukje afgesleten of afgebroken, maar het was eigenlijk al helemaal glad geworden. Dat is, die infectie is naar boven gegaan, die is daar gaan ontsteken, gaan pussen. En die infectie die is via een vissel naar buiten gegaan, net onder zijn oog. Nou, geprobeerd om dat eerst schoon te maken met antibiotica, maar dat ging hem natuurlijk helemaal niet worden. En toen had ik weer. En dat is wel grappig als je dan uh, collega. Uh, uh, humane artsen uh, consulteert, vraagt, dan zijn ze meer dan bereidwillig om te helpen. Nou, in dit geval was het kaakchirurg, die zei, goh, je moet dus toch eens even meekijken. Oh nee, die hoektandwortel moet uitgeboord worden, die infectie moet eruit. Ik zei, nou goh, zou jij dat willen doen? Dat had ik nog niet zo vaak bij de hand gehad. Ik zei, nou, je kunt beter die specialiteit bij de specialist houden. En, uh, oh ja, meer dan graag, maar man, zullen we dat vanmiddag al doen? Nou, ik zei, nou, dat is nou wel heel erg veel en snel... Laten we dat dan even goed plannen, ook met de verzorgers. En dat we dat dan allemaal in één keer voor elkaar. Nou, De, de, de kaakchirurg die kwam met, met nog wat assistentes, want iedereen wil natuurlijk wel heel graag helpen. Want het is natuurlijk ook wel leuk als je als kaakchirurg meestal in monden van mensen zit, dan ineens een hoektand van een tijger kunt behandelen. Nou, dat zou ik als kaakchirurg ook wel leuk vinden. Dus dat, daar maak ik altijd dankbaar misbruik van, om het maar zo te zeggen. Maar dat is ook wel heel leuk hoor. Want ze worden daar, daar, daarna ook wel enorm ja, verwend door ons, in die zin: lekker eten, drinken om, om, ja, om ook een beetje te paaien. Maar ook wel, ook, en uiteindelijk het resultaat ervan, dat was nog het belangrijkste. Eh, die Hoektand, die, die wortel die is uitgeveest. Die hebben ze met cement opgevuld. Die infectie is eruit. dat er stonken enorm daar, daar in, de, in de diepte. En uh, het grappige is, uh, daarna uh, netjes gehecht. Uh, en de verzorger zei na een week: Goh, hij is heel veel fitter. Terwijl we nooit het idee hadden dat voor die tijd het dier ziekig was. En dan zie je maar hoe moeilijk het soms is om bij wilde dieren precies de vinger aan de pols te krijgen. Nou weer een leermoment, dus in die zin gaat het allemaal steeds verder. Nou ja, waar bestaan die behandelingen uit? Eh, onder andere, hè, het, is, het is natuurlijk eh, in dit geval. We hebben het al gezien: hoevenkappen, eh, In dit geval die tand, tandextractie, die, eh, die hebben we niet gedaan. We hebben alleen de wortel, eh, de, wortel, de rotte wortel eruit gehaald, maar de tand is blijven zitten. Dus daardoor heeft hij ook zijn zijn mooie, uh, mooie mond gehouden. Maar incidenteel gebeurt, en zeker bij, uh, bij katachtig wel, dat, en dat is ook in de vrije wildbaan wel, wel beschreven, is dat ze knagen zo ontzettend hard en ze hebben ontzettend veel kracht dat soms gewoon stukken van die tanden afbreken. En dan, je, dan kan er een oplopende infectie En het wild is natuurlijk, heeft, dan heeft hij wel een probleem. Uh, want ja, dan is dat pijnlijk en dan moet zich dat zelf helemaal herstellen. Hier heeft, hebben ze dan nog het geluk dat wij uh, ze kunnen helpen en kunnen faciliteren. Uh, incidenteel komt een wondtoilet voor. Ik moet er wel bij zeggen dat ik vroeger daar wat fanatieker in was uh, met wonden verzorgen als tegenwoordig. En dat komt omdat uh, we hebben onze Bowie, onze grote man, uh, die uh, was toen hij nog een adolescent was, dus nog een puber. Werd hij een keer gegrepen door onze, destijds onze grote man, Gorgo. En, en wat bleek: en de verzorgers die waren in blinde paniek, die zeiden: Goh, hij is gebeten, het is een enorme wond. En wat bleek: bij zijn, bij zijn, bij zijn, bij zijn uh, bovenbeen, waren zijn hele bovenarmen waren doorgebeten, het was één grote, grote snee. Wat doen spieren als ze doorsnijden Die trekt zich enorm terug. Zoals een pees, mijn Achillespees ook, die trekt zich helemaal naar boven. In dit geval stond hij als een taartpunt open. En je kon zo naar de, het witte bot, wat hieronder liep, je, kon je kijken. Nou, met de wetenschap en de kennis die ik had, beest verdoofd, hechten, meerdere lagen, hartstikke goed. Volgende dag, verbandje, dat gaat hem niet worden. Pleister gaat hem ook niet worden bij, uh, bij gorilla's van maar Als ze wakker zijn, alles eruit. Maar ik had ook zo gehecht dat alles onderhuids was. Dus de huid stond netjes tegen elkaar en alle hechtingen zaten eronder. Heel stevig, heel vet. De volgende ochtend belden ze me op. Het is weer net zo slecht als dat gisteren was. Alles was eruit gepulkt. En dat beest was gewoon de hele nacht bezig met het ding. Ik denk, nou ja, dat kan niet. Zo'n groot gat kan nooit dichtgaan. Dus op een gegeven moment uh, weer gehecht. Volgende dag weer alles open. Ik denk, nou, nou toen werd ik wat moedeloos. Hebben we toch besloten, me zeggen, nou, dan moet het maar... Volgens de natuurlijke weg. Dat wil zeggen, dan moet het van binnenuit langzaam genezen. Zoals overigens alle onze snijwonden die niet gehecht worden, ook hechten. Alleen bij zo'n groot gat duurt dat wel eventjes. Um, en het grappige is dat, uh, en Bowie hebben we nog steeds, ik daag iedereen uit om te onderzoeken welk been er. Alle quadriceps hier aan de bovenbeen, allemaal doorgesneden is. Het is niet meer zichtbaar. Terwijl het eigenlijk niet ja, twee keer door mij gepoogd is te hechten, maar het is nooit gelukt. Dus, en, dat, en dan zie je maar hoe sterk, uh, en, uh, hoe sterk de genezing is, vooral van wilde dieren. En zeker omdat ik uh, kleine huisdieren ook veel gedaan heb, die zijn al een stuk meer verzwakt. En ik denk dat de mens nog verzwakter is en minder weerstandbiedend is. Het is wel echt een, een andere sport uh, uh, wilde dieren behandelen uh, uh, als, uh, als de gedomesticeerde dieren. Uh, ze zijn enorm sterk, een enorm sterk weerstand ook, veel, uh, uh, weinig, weinig uh, gevoelig voor infectie. En dat komt meteen bij het volgende, uh, wat qua, qua verlossing het gebeurt ook heel weinig dat, er, dat ik een dier moet verlossen. Kijk, bij de landbouwhuisdieren is dat redelijk, redelijk vaak dat je, en zeker in mijn keisnee moet doen of moet helpen bij een vlossing een verkeerde ligging. Bij, een, uh, bij wilde dieren in diertuigzetting is dat echt uitzonderlijk. Ik heb wel ooit een keer een zebra uh, gehad die. Uh, uh, die een dood jong bij zich had, en dat dood jong gaat dan slap in die baan moeten hangen, en kwam dan met zijn kop verkeerd te liggen, die hebben we moeten verdoven, die hebben we recht moeten leggen, en daar heb ik het toen het jong uit moeten halen. Maar dat is echt, in die 35 jaar dat ik hier nu werk, is dat twee keer denk ik gebeurd, terwijl er duizenden dieren geboren zijn. Dus, en dat is ook wel evolutionair logisch, omdat zich dat helemaal heeft uitgeselecteerd, wij selecteren, nou ja, om het even met de menselijke maat te nemen. Wij selecteren natuurlijk niks meer uit. En dat is ook niet erg, maar het is wel de reden dat er dus ook veel meer complicaties in zijn. En ja, dan kom je meteen bij het volgende. Kijk, stel dat, die, uh, dat we wel weten wat er aan de hand is, dan moet er ook nog misschien een nabehandeling in zijn. Want het is niet altijd alles meteen geregeld. Nou, dat kun je doen door uh, medicijn te geven of per injectie. Uh, maar dan moet dat meteen weer met, een, met, met die pijltjes erin geschoten worden. Wat ze ook niet lekker vinden. Maar bij voorkeur willen we dat uh, uh, via de bek. Dus via het voer, via de brokken. Maar het probleem is dat we weer bij herbivoren. Dus bij uh, alle dieren die pensen hebben. Dus, uh, en dat gaat, praat je over ant antilopen, maar we praten ook over de banding. Uh, uh, daar kun je geen uh, uh, antibiotica via de bek ingeven, omdat daar. Uh, het antibioticum kapot gaat in de pens. Dus dan moet je het altijd spuiten. Nou, dat vinden ze echt niet leuk. En je probeert dan zo'n kuur ook zo kort mogelijk te houden, uh, te houden maar wel verantwoord mogelijk. Um, ja, en dan wil ik meteen over uh, nog, uh, want dit zijn natuurlijk allemaal uh, uh, ja, problemen die oplosbaar, of meestal oplosbaar zijn. Uh, maar we hebben ook nog een. Oh, één uh, terug. We hebben ook nog een ocean. Dat is toch wel een andere tak van sport. En uh, nou, die hebben we ons uh, uh, langzaam steeds meer eigen gemaakt. Er is ook steeds meer wel over bekend. Lang nog niet zoveel als dat we er bij de, bij de, bij de, bij de andere dieren weten. Maar zeker omdat we hier in dit park heel veel onderzoek daar ook naar doen. Max publiceert daar ook heel veel over. En daardoor gaan we kijken of we het niveau daar toch nog steeds wat omhoog kunnen krijgen. We weten heel veel van waterkwaliteit, we weten heel veel van zuurstof, de, zu de zuurtegraad. Alles wordt gemonitord, gemeten. Wordt dag en nacht, Er is dus een hele ploeg mensen de hele dag mee bezig om al die verschillende bassins uh, in top te houden. Maar dan nog kan er wel eens incidenteel wat gebeuren. En daar heb ik al. Iets over gesproken, dat was destijds de, de murene. Overigens is dit de enige keer in mijn hele leven, waarschijnlijk ook de laatste keer dat ik in National Geographic ben uh, 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 terechtgekomen. Uh, en dat was uh, de murene. Wat ik al zei, is dat er toen destijds geen know-how was over hoe gaan we met die narcose aan de gang. We weten dat er een bepaalde stof is, phenoxyethanol, fin mag je meteen vergeten. Dat is een bepaalde concentratie, als je dat via in, in het bassin doet dan gaan het gros van de vissen met een bepaalde narcose in narcose. Maar niemand wist welke narcose deze murene nodig had. Dus we hadden drie verschillende bakken gemaakt met verschillende narcose, en uh, we zijn maar begonnen bij de middelste, en als het dan te snel ging, dan komen we naar de lichtere narcose, en als het helemaal niet plat ging, komen we naar een zwaardere narcose, dan kon je alle kanten een beetje op. Maar goed, dat beest dat lag hier in de middelste bassin en, na een, en, en, en toen hebben we hem naar het linker, linker bassin gebracht en na twee minuten ging hij al op de zij liggen. Ik zei, nou dat gaat goed snel en we hadden eigenlijk gedacht dat zal wel twintig minuten duren. Ik zei, nou laten we maar eens even met een minder zware narcose aan de gang gaan. Dus in die zin is het een beetje trial and error. He, het verveelnis is best wel spannend, want je, een, een vis heeft geen actieve ademhaling, zeker een narcose niet meer. Dus je weet ook niet, leeft hij nog. En we hebben toen, op het moment dat hij echt plat lag, hebben we met een pijp hier, een roesstalen pijp, want met een plastic die zou hij die meteen afbijten als hij niet helemaal plat is. Uh, met een uh, narcose water door zijn bek door zijn kieuwen uh, gespoten om ervoor te zorgen dat, uh, dat hij wel voldoende zuurstof voorzien werd. Ik kon toen op dat moment snel die tumor uit zijn buik halen, snel gehecht, zo'n uh, narcose wil je ook zo kort mogelijk maken, snel gehecht, uh, en dan is het best spannend, doet hij het nog? Want je kunt niet controleren of zijn hart nog het doet, je weet niet of hij ademt, hij krijgt voldoende zuurstof via het water wat we hem via zijn bek doen, hij krijgt een klein beetje narcose, want we hebben die lichtere narcose dosering gegeven, maar dan komt hij in een bassin terecht en dan maar hopen dat hij het doet. Nou, dat geeft toch al wat, wat. Dat is een op zijn minst een spannend verhaal en dat duurde dan geen twee minuten. Plat gaan nee, duurde wel twintig, maar dit duurde dan twintig minuten voordat hij de eerste tekenen van leven geeft. Nou, die twintig minuten kan ik je vertellen, die zijn, duren lang. Maar goed, we waren allemaal heel erg blij dat het allemaal goed ging, gepubliceerd. De ins en outs, wat is nog te verbeteren, wat is wel goed gegaan, wat is ook niet goed gegaan. Het is niet alleen maar een mooi weerverhaal. En dat, daar kan dan de rest van de wereld zijn voordeel ook mee doen. Dus wat dat betreft uh, was dat een spannend en uh, ja, ook weer achteraf leuk verhaal. Uh, we gaan, ik neem even een slokje water en dan uh, gaan we naar het volgende. Uiteindelijk, zoals jullie allemaal weten, eh, bestaat het leven uit geboorte, adolescentie, volwassenheid en daarna ook dood. Nou, die hele cyclus is hier in de diertuin aanwezig. En wat we vaak zien, hè, in de media ook, dat er is iets geboren en het is allemaal geweldig en, en het is allemaal leuk. En dan gaat het allemaal jong en oud, maar dan wordt het ook oud. En tegenwoordig zien we best wel, ook wel veel oude dieren. En daar moeten we ook onze goede zorg voor doen. Ik wil het toch even laten zien. Uh, ...geboortes gaan altijd natuurlijk, maar zijn haast altijd s'nachts. Uh, als het goed is, de, de, de trouwe bezoeker hier in Burgers... ...die uh, zal via de webcam de geboorte van de neushoorns wel regelmatig volgen... ...want dat, dat gaat de laatste tijd heel goed. Uh, maar uh, ik wil toch even een klein filmpje laten zien van een geboorte van een giraf. Dat was uh, bij hoge uitzondering dat hij uh, geboren was... Je ziet hier de voorpootjes en de kop, die, scheen, die komt eruit. En zo wordt hij geboren, hij wordt dus staand geboren. Uh, en hangt dus eigenlijk met zijn hele hebben en houden naar beneden. Uh, en ja, dat gaat best wel heftig. Nu is hij een stukje verder. Zijn borst is er al uit. Zijn achterpoten zitten er allemaal nog in. Zijn bekken ook, daar blijft hij nu op dit moment een beetje op hangen. En dan ineens dan is het... Maar je ziet dus dat, je denkt, nou ja, leeft hij nou, is hij dat? Maar dit is een, een volledig fysiologisch natuurlijke uh, geboorte. En zo gebeurt het in de, in de natuur ook. En. en daar komt hij. En daar gaat hij. Nou, dan krijgt hij nog een klets water over zich heen, nageboortewater, en daar ligt hij in zijn nageboorte. En komt meteen, uh, ja, moeders die moet nog even een beetje napersen en draait zich dan om en begint dan ook te likken. En gaat dan op een gegeven moment dat dier niet alleen schoon likken, maar het wordt ook daardoor gemasseerd, waardoor hij enorm gaat, gaat gestimuleerd worden. Uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè? Dat, is, uh, dat, dat willen we ook. En uh, zeker bij uh, dieren die uh, bijna uitgestorven zijn, is dat zeker van belang. Uh, deze dieren zitten allemaal in een stamboek, en die worden allemaal door stamboekhouder uh, uh, wordt bepaald welk dier er mag fokken en welk niet. Ten eerste om niet te veel dieren te fokken, maar ten tweede ook om een goede combinatie vader-moeder te hebben, waardoor je niet bepaalde combinaties oververtegenwoordigt. Het kan best zijn dat er één man enorm veel vrouwen gedekt heeft, waardoor je eigenlijk een, uh, uh, een enorme oververtegenwoordiging hebt van het genetisch materiaal van die ene man. En dat is onwenselijk. Um, die stamboekhouder bepaalt ook wat, uh, welke dieren mogen fokken, hoeveel. Uh, dat zien we bijvoorbeeld op dit moment ook bij de, uh, bij de, bij de, bij de leeuwen. He, de, onlangs hebben jullie gezien dat onze man Thor uh, gestiliseerd is. Daar kom ik straks nog even terug. Maar dat kwam omdat hij op korte termijn uh, tijd al best veel nakomelingen had gehad. En we wilden niet dat hij overtegenwoordig was. Hele mooie man. Maar ook daar moet zijn genetisch materiaal wel behouden blijven, maar niet overtegenwoordig zijn. En dat is de reden dat we hem toen gestiliseerd hebben. Andere kant kan het ook zijn dat sommige dieren helemaal niet fokken en of heel slecht fokken. Bijvoorbeeld in gevangenschap gaat dat veel minder als in de vrije natuur. In dit geval was dat lange tijd het geval bij de neushoorns. Daar hebben we toen heel veel onderzoek naar gedaan met een ploeg dierenartsen uit Berlijn. Die zijn daarin gespecialiseerd. Die meneer die daar met zijn arm helemaal in de baarmoeder, of in dit geval in, het re, in, de, in de endeldarm van de, uh, van de neushoorn zit. Die is aan het onderzoeken met een echoscopieapparaat. Met nog een stok eraan, want het is allemaal heel diep. Want uiteindelijk zitten die, uh, zit die, die, die eierstokken die zitten daar ergens. Nou, ik durf te zeggen dat die armen niet lang genoeg zijn. Dus er zit nog een heel. Verlengstuk aan en daar kan hij dan bekijken in hoeverre de eierstokken ontwikkelen. En wat lange tijd uh, uh, het probleem was bij neushoorns, is dat ze, en dat noemen we fretliners, dat wil zeggen dat er eigenlijk geen beweging in de eierstok zat. Er was weinig of geen ovulatie, er was wel een klein beetje folieke en dan dove dat weer uit. Dus er kwam nooit tot een ovulatie, dus tot een ijsprong, waardoor eigenlijk de man nog wel geïnteresseerd was, misschien ook nog wel een keer dekte, maar nooit tot een, uh, tot een, tot een, tot een bevruchting kwam. Dat is onderzocht, daar hebben we toen nog met medicijnen geprobeerd om dat te stimuleren. Uiteindelijk is dat door dat onderzoek, onder andere, uh, is, uh, bij deze vrouw is dat aan het, aan het lopen gekomen, om te zorgen dat daar toch uiteindelijk een, 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 een bevruchting uh, is ontstaan. Daar is ook een jong uitgekomen, is ook allemaal prima gegaan. En het grappige is dat op dat moment, ook in de hele groep van andere neushoorns er een soort kettingreactie ontstaat van, goh, er is, er is leven in de brouwerij. En nu op, tot op de dag van vandaag hebben we nu op dit moment een soort, en dat is dit misschien de aanjager van geweest, exact weten we dat natuurlijk niet, maar goed, het is een prettige bijkomstigheid, dat op een gegeven moment nu op dit moment uh, er uh, twee of drie vrouwen uh, eigenlijk met de van de klok dragend zijn. Daar is nog veel afzet voor. En uh, in die zin dat uh, het heel erg slecht met de neushoorn, met de, met de witte neushoorn, gaat in de vrije uh, wildbaan. Uh, we willen eigenlijk via de Stamboekhouder een brede populatie witte neushoorns. Van diverse, diverse dierentuinen die op een gegeven moment nog. Uh, misschien zelfs uiteindelijk weer geherintroduceerd kunnen worden in de Vrije Nou, dat, zijn, dat is allemaal toekomstmuziek, maar we zijn daar wel op aan het voorsorteren. En dat is de bedoeling dat, uh, dat we dat uh, uh, gaan doen. En We zijn er iedere keer weer heel erg blij mee. Er is ook nog heel veel afzetmogelijkheid om het maar te zetten. Er is nog veel vraag naar jonge neuzen. Niet omdat ze zo jong zijn of omdat ze zo cute zijn, maar gewoon omdat ze zo belangrijk zijn voor. Voor de diersoort en de instandhouding daarvan. Um, dus dat was wel een. Uh, ja, dus dat is, het heeft heel veel impact. Um, je ziet ook dat uh, die, die, uh, de, uh, er gaat extra zuurstof in de neus gaat. Dat beest dat is heel zwaar. Dat is uh, 2,5-3 uh, ton. Nou, 2,5 denk ik. Um, en doordat hij zo zwaar is, ligt hij dus met zijn borst enorm. Uh, zichzelf in de weg en dat komt omdat bij iedere ademteug die borst eigenlijk steeds verder inzakt, daarom geven we hem extra zuurstof. Uh, boven bij zijn oor kunnen we kijken wat de zuurstofsaturatie is, dus hoeveel zuurstof er in zijn bloed zit. Dat is eenzelfde uh, clipje wat bij mensen op de vinger komt, waardoor je kunt zien of je voldoende zuurstof in je bloed hebt. Goed, dit is, uh, dit is een, een aantal jaren geleden gebeurd, maar sinds die tijd. Uh, is Werkt het? Dus in dit geval is de stimulatie van de, van de naakweek. Na maar we hebben ook aan de andere kant sommige diersoorten die neigen naar een over, overpopulatie. En daar hebben we dan de anticonceptie voor. Nou, we zien best wel veel dieren die op dit moment het zo goed doen in diertuigzettingen en uiteindelijk zo uh, naar de zin hebben dat ze op een gegeven moment blijven reproduceren. En dat is de reden. En soms hebben, willen we ook gewoon bij een bepaalde aap die zo oud is, willen we gewoon het risico niet meer lopen dat ze nog een jong krijgt. En dan uh, gaan we uh, het dier op anticonceptie zetten. We hebben bijvoorbeeld een paar oude chimpansees, die hebben op anticonceptie. En dat doen we met uh, implanon. Implanon is een uh, rietje wat uh, humaan is ontwikkeld, um, en um, uh, dat wordt onderhuids ingebracht. Um, dat wordt allemaal in, in, in contact, of het, allemaal op advies van de stamboekhouder. De stamboekhouder bepaalt eigenlijk, en dat gaat over het belang van de diertuin heen. Uh, de stamboekhouder bepaalt wat er gaat gebeuren. Welk dier mag fokken welke, uh, en of daar een bestemming voor is, want dat moet ook nog van tevoren ingedeeld worden. En als dat niet is, dan mag hij niet fokken en dan moet er een anticonceptie komen. Nou, dat kunnen we doen door of definitief. Nou, dat hebben we onlangs gezien bij uh, de vasectomie, vasectomie van onze leeuw, onze mannelijke leeuw uh, Tor. Nou, daar ligt hij met zijn portret omhoog. Um, en het is dezelfde operatie die bij. Um, bij, mensen, bij mannen gebeurt het. Het is een stukje van de zaadleider wordt weggeknipt en onderbonden, waardoor het sperma van, het, van de zaadbal niet meer uh, via de. De, 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 de penis naar buiten kan. En dat moet dan wel aan twee kanten gebeuren. Dat is ook een klein detail, maar dat is in dit geval ook wel gebeurd. Maar je ziet dus dat uh, de, de operatietafel uh, die is, uh, niet lang genoeg is. Uh, we hebben dus nog een tafel erachter gezet, waardoor, wat is echt een kleerkast van een uh, leeuw, hij was ook uit mijn hoofd 145 kilo, dus dat is nogal aardig wat. Uh, we, doen het met, uh, uh, we hebben het destijds uh, met een laponde gedaan, die, uh, die hebben we gestyliseerd. Die, uh, die, daar wisten we zeker van dat die nooit meer uh, 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 dragend uh, kon, uh, hoefde te worden. Die hebben we toen uiteindelijk gestyliseerd. En we hebben dat een keer gedaan met een waterbok en met een giraffenman. Een giraffenman is nog wel een, een dingetje in die zin. Een giraf is zoals jullie weten 4-5 meter hoog. En als je die uh, in narcose brengt, dan uh, valt hij ook vijf meter naar beneden. En dat is best een smak, kan ik je vertellen, en zeker met zijn kop. En we doen dat zo, dat, uh, dat we uh, dus eigenlijk het hele verblijf waar die in staat en waar die in verdoofd wordt, wordt gecapitoneerd, wordt bedekt met strobalen, waardoor de, als hij valt, dat hij niet tegen een betonnen muur aanvalt, maar dat hij tegen die gecapitoneerde strobalen muur aanvalt, waardoor die wat zachter valt. Dat is allemaal goed gelukt. En de voorbereiding voor die narcose duurt tien keer langer dan de hele castratie. Eh, maar goed, dat moet dan maar. Eh, het is alleen wel zo dat de risico's moeten gewoon tot een minimum beperkt worden. Overigens is dan de castratie weer relatief simpel. Dat is, een kwestie, dat is hetzelfde eigenlijk als we eh, dat doen bij een waterbok en eh, bij andere. Eh, eh, uh, dieren. En, de, en onlangs hebben we dat ook gedaan bij een uh, dikhoornschaap, uh, een bram. Bij herten kan dat niet. Bij herten uh, kunnen, kunnen we hem niet castreren, omdat herten uh, geweien hebben. Mannelijke ge, uh, hertenbokken, zullen we zeggen, die hebben geweien en die worden ieder jaar afgegooid en worden weer uh, opgezet en die zijn testosteronafhankelijk. Stel dat we een hertenbok zouden castreren. Dan krijgt hij een heel afwijkend uh, uh, gewei die ook niet meer af gaat vallen. En dat wordt een heel erg, dus noemen we dat een pruikergewei. Dus dat is, bij herten is dat niet mogelijk. Daar kun je hem wel weer de zaadleider in dit geval onderbinden. We kunnen dus definitief, nou, daar is, uh, is geen weg terug. Maar we kunnen het ook doen door uh, de pil. Nou, zo zijn we in het, in het verleden begonnen met de pil. Dat ging ook heel goed, mits de pil ook in de goede, in dit geval aap gaat. En het bleek nog wel eens dat uh, er ook wel, uh, omdat de apen allemaal dachten dat het soort snoepjes waren. En dus, uh en die aap en dat snoepje of de pil ging dan ook in een, in een druifje. En een druifje is natuurlijk iets heel lekkers, dus dat werd ook nog wel eens afgepakt. Dus niet altijd kwam de pil terecht in de aap die, waar het voor bedoeld was. En daarom zijn we overgestapt eigenlijk op de implanon. Dat is dat rietje waar ik het net over had, wat bij de vrouwen onderhuids in de onderarm gebracht wordt. Wij brengen het hier wat hoger op, omdat dan de, de aap er wat minder last van heeft en ook wat man minder uh, kan aantrekken. Maar we hebben nog een andere manier, en dat is een vaccinatie. Uh, dat is een vaccinatie, eigenlijk is het gemaakt voor uh, een vaccin om uh, varkens, de berengeur, als een, een niet gecastreerde varken. Als je die hiermee inspuit, dan ontwikkelt zich geen testosteron en dan ontwikkelt de, de, de testikel ook niet verder, waardoor de bepaalde geur in het vlees niet terechtkomt. Dat is daarvoor ontwikkeld, maar wij, ont wij hebben, gebruiken het daar niet voor, maar we gebruiken het om, om de testosteron te onderdrukken, waardoor de, de, de spermaopbouw en spermatogenese, de, sperma, de sperma-aanmaak, stopt. En dat werkt. Is alleen, dat is vaak bij, uh, bij reversibel bij anticonceptie, het is nooit 100%. En, het is, het is. en een andere optie is gewoon een single sex groep, alleen maar mannen en alleen maar vrouwen houden. Nou, dan weet je zeker dat er geen, uh, geen nakomingen. Een single sex groep is, in dit geval zijn de makies bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal mannen. Dus eh, waardoor we eh, geen nakomingen krijgen, want die zijn eigenlijk, eh, daar is geen vraag naar, we willen dat ook niet. En eh, nou ja, dan op die manier hebben we dat netjes eh, geregeld. Dat is onder andere weer een tak van sport. Nou, dan gaan we ook nog, en dat is ook nog, er is, eh, dat hadden we het net al over. Eh, wereldwijd, nou, wereldwijd is wel heel veel, maar binnen Europa is er heel veel uitwisseling. Van genetisch materiaal, dus ook van dieren, uh, over en weer naar uh, andere parken. En die, par die parken die moeten zich allemaal committeren aan bepaalde veiligheidsstandaarden. Die moeten aan hygiëneprotocollen, gezondheid. Dat ligt vast destijds in de, in de Balai Directive, dus in een soort overeenkomst, uh, die uh, overigens uh, via de EU nu uh, geaccordeerd is. En zoals we speak, 21 april gaat de nieuwe. Animal uh, welfare law in, 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 uh, in werking, waardoor het uh, allemaal goed gereguleerd is. Dat was het al, maar nu is het ook binnen de EU helemaal goed gereguleerd. En transport heeft nogal wat voet in de aarde. Dat is in die zin: uh, kijk, het lijkt allemaal van oh, een beest pakken in een, in, een, in, een, in, een, in een trailer of in een wagen of in een kist doen en dan is het klaar en rijden. Nou, niets, niets is minder waar. Uh, dat komt omdat er vooraf ontzettend veel moet gebeuren. Uh, dus ten eerste, veel overleg van beide parken. Ten tweede, de stamboekhouder moet zijn, zijn plasje eroverheen doen. Die zegt van, nou, die man of die vrouw kan het best daar naartoe, want daar is nog geen familielid van die. En zo gaat het, wordt dat gewogen en, uh, en, en gekeken. En als dat zover is, dan moet die desbetreffende uh, tuin daar ook nog plek voor hebben. En ook nog mogelijkheid voor hebben en ook nog interesse in hebben. Nou, interesse, dat is minder, want iedereen die voldoet wel aan de wensen meestal van de stamboekhouder. Niet allemaal, maar de meeste wel. En uh, op die manier wordt dat uh, gedaan. Nou, dan ben je samen overeengekomen van, goh, hè... We, Jullie krijgen ons dier en andersom. Uh, overigens is het ook zo dat uh, die dieren allemaal uh, gratis uh, geschonken worden of opgehaald worden. Het enige is de transportkosten zijn voor de ontvangende partij. Nou, is dat voor een klein vogeltje? Je stelt dat nog niet zoveel voor, maar voor een neushoorn kan ik je vertellen: het loopt echt in de duizenden, zo niet tienduizenden euro's. En voor een olifant is het nog meer. Uh, dat gaat met een grote dieplade, met een grote. Kist daarin speciaal ontworpen met uh, airconditioning uh, voor um, om het transport maar zo veilig mogelijk te doen. Um, en de ontvangende partij betaalt dat. Dat is een gentleman's agreement, dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar de dieren kosten niks. Het grote voordeel ervan is dat je dus ook niet de handel meer hebt. De handel is acuut gekopieerd. Stel dat een, 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 we hadden vroeger een spel, Wildlife heette dat. En dan kon je dan voor duizend euro, gulden, was het in die tijd kon je een, een bison kopen. Nou, die, die prijzen die zijn exit. Dat is gewoon niet meer. In de wereld is dat niet meer over. Waardoor dus die handel gekopieerd is en daardoor ook geen negatieve flow eruit kan komen. Nou goed, we zijn het eens, we gaan uh, de, het beest van de ene diertuin naar de andere uh, verhuizen, daar moet er nog van alles gecheckt worden, we willen weten of die gezond is, uh, dat is niet alleen de ontvangende tuin wil dat, maar dat wil vooral de douane en de NVWA weten, of er geen besmettelijke ziektes in zitten. Dus er moeten allerlei testen gedaan worden op ziektes waar we in Nederland nog nooit van gehoord hebben, maar we moeten ze wel testen. Uh, dat is dan maar zo, dat is een, een gedoe. Beest moet verdoofd worden, bloed moet afgenomen worden. Allemaal nog een kosten van ons als, we, als ons dier weggaat. Uh, er moeten allerlei paprassen gekeurd worden. De NVWA-kering, uh, maar keuring moet het zijn, uh, uh, moet komen. Dan moet iemand zeggen, die moet een stempel geven. Tegenwoordig is het niet meer live, want er komen ze niet meer. Maar dat moet wel allemaal helemaal volgens strikte protocollen uh, gevolgd worden. Nou, dan komt er een professioneel transportbedrijf. Wij doen dat in principe hier altijd met Equipa. Dat is een uh, state-of-the-art uh, bedrijf. Uh, we, 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 eigenlijk willen we alleen daarmee werken, omdat uh, ja, daar hebben we hele goede ervaringen mee. Super professioneel. De zaakkundig die, die op een gegeven moment weet waar ze het over hebben en dat ook al sinds jaar en dag doen. Nou, er moet een geschikte kist komen, de maten moeten overeenkomen met de grootte van het dier. Um, het kan een container zijn, het kan een hele trailer zijn, he, neem een dieplader zelfs. Uh, voor een olifant heb je een hele dieplader nodig. Waar ik het net al over had, je stopt hem van tevoren. Uh, stop, stop je er wat antipsychotica in, dat hij wat relaxed is, wat, wat dociel wordt. Wat, wat, uh, en uh, op het moment van laden kan het zijn dat je het misschien zo kunt pakken, maar bij een zebra gaan we dat toch niet doen. Ten eerste is die zebra veel te sterk en als hij toch kwaad wil, dan gaan we dat niet. Dan moet hij gesedeerd worden, zo, zo suf gemaakt worden dat die hanteerbaar is. En bij zebra's doen we het eigenlijk zo dat, we, dat ik een, in principe een halve dosering geef, waardoor die eigenlijk de trailer. Dronken inloopt. We hoeven hem dan niet te tillen, hij struikelt niet. En op het moment dat hij in de trailer staat, gaat hij meestal wel liggen, want dan kan hij toch maar één kant op. En dan spuit ik hem bij en dan staat hij op. En dan zit hij nog wel onder de antipsychotica, dus onder dat sedatiemiddel, waardoor hij op een gegeven moment de hele reis veilig mee kan maken en ook veilig aankomt en ook veilig uitgeladen en geherintroduceerd ge kan worden bij een, een nieuwe groep. En daarna. En Krijgen we nog een, 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 een terugkoppeling van hoe, hoe de reis gegaan is? De, en, en, we, en we sturen natuurlijk ook alle gegevens die wij hebben van het dier mee met het, uh, met, uh, naar, het nieuw, naar de nieuwe bestemming. Um, ja, en dan zijn we. Uh, um, even kijken. Ja, dan zijn we eigenlijk een beetje daar waar uh, de. Toekomst van ons, uh, ons park is. Kijk, we hebben het al gehad over de hele scala van historie tot nu. En nou, ik heb het geluk dat ik in een dierenpark werk waar, uh, waar uh, enorm vooruitgedacht wordt, waar naar de toekomst gedacht wordt, waar gekeken wordt naar uh, wat willen we, wat willen we ook met moeder aarde, hè? want dat is nog een dingetje. Uh, en uh, en in die zin uh, wordt daar ook gekeken naar, uh, naar uh, welke dieren extra uh, uh, behoefte hebben om te ondersteund worden. En dan vooral vanuit de vrije wildbaan. En dat is de reden dat onze voorkeur sterk gaat naar diersoorten die. Uh, uh, die uh, gewenst zijn om te houden. Hè? Dus die op uitsterven bedreigd zijn. Die, we hebben het niet alleen over spectaculaire dieren, zoals bijvoorbeeld de Sri lanka panther waar ik het net over had, maar we hebben het ook over de Socorro-dive. We hebben het over koralen die het op dit moment heel slecht doen. Dus in een heel breed scala die je kunt faciliteren en die je misschien, en dat is dan een grote toekomstbeeld, weer misschien uiteindelijk kunt herintroduceren naar. Bij, naar, naar uh, naar de vrije wildbaan, nou, dat hebben we in het verleden natuurlijk gedaan zoals ik net al of, uh, in het begin al zei met de Prezalski paard. Overigens was het Burgs dierenpark ook een dierenpark, wat we, daar hadden we Prezalski paarden. Die hebben we toen vrijwillig afgestaan aan die stichting die op een gegeven moment toen met die dieren is gaan fokken. Dus wat dat betreft hebben, kunnen we, hebben we daarin ons steentje ook bijgedragen. We hebben bij molkschieren uh, bij hebben we uh, dat heel veel af te missen, heel veelvuldig gedaan. Uh, de nakwijk die we hadden, die, worden, uh, die wordt uh, in uitwendkooien in, de vrije, in een groot natuurpark ingezet, in de hoop dat ze dus die, die, uh, natuurlijke, uh, uh, dat hun natuurlijke gedrag kunnen, uh, kunnen vinden en kunnen hervinden. Nou, dat is redelijk succesvol verloopt dat. Uh, Toekomstziek is nog Sri Lanka panter. het Tijgers gaat ook bar slecht mee. En het, is, het blijkt zo te zijn dat dat toch nog lastig is om dan het natuurlijke jachtgedrag eh, toch eh, na te bootsen in, in, ja, in, in diertuigzettingen. Maar dat is toekomstziek. En als ik zie wat de evolutie de laatste decennia gedaan heeft, dan zijn daar zeker mogelijkheden. Um, en in die zin denk ik van dat daar wel. Um, nog hele slagen te maken zijn, maar die. En ja, we moeten daar met z'n allen toch, uh, toch naartoe gaan. Um, en ik denk dat uiteindelijk uh, het ook wel belangrijk is: uh, van wat is onze visie naar de horizon? Uiteindelijk is het natuurlijk. Hè, we, we zijn ooit get, uh, begonnen met een dierenpark met veel diersoorten. We zitten nu in een hele andere wereld. We willen uh, ons steentje bijdragen ook aan de dieren. Natuurlijk. Het publiek is heel belangrijk. Overigens wordt daar natuurlijk alles van betaald. Uh, maar we, 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 ik vind, en dat vind ik ook persoonlijk, dat uh, uh, als ik zie wat de, in die 35 jaar dat ik nu dierenarts ben, uh, de ontwikkeling is van hoe wij met dieren omgaan, dan is dat op zijn zachtste zorgwekkend. Uh, ik vind ook dat wij. Als dierenpark, maar ook andere natuurorganisaties, een plicht hebben om mensen daarin nou, niet op te voeden, maar wel uh, aan de hand mee te nemen in hoe het in de wereld uh, gesteld is met dieren, hoe, hoe wij omgaan met dieren, waar, uh, waar winst te halen is, waar slagen te maken zijn, en waar op een gegeven moment uh, uh, waar wij, waar wij uh, ja, ons steentje bij kunnen dragen. En wat Tegenwoordig mijn zorgen baat, is dat het heel erg uit een eigen emotie uh, de discussie gevoerd wordt. Ik vind het zielig. Ik vind het niet, niet leuk. Ik vind het niet... Nou, Er zijn heel veel dingen in de wereld, en zeker in de, in de natuur, die best zielig zijn. Hè. Ik kijk nu al aan, de, aan het eind van een auditorium over een hele grote gro uh, uh, genoes die een, een snel stromende rivier uh, over moeten zwemmen, waar allemaal. Jukers van krokodillen zitten, dan denk ik ja, dat is ook stress. Het, ik ben ervan overtuigd, we moeten stress zoveel, 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 zoveel mogelijk verminderen en dat gebeurt ook. Maar ik denk wel dat we moeten, uh, we moeten ons steentje bijdragen om de mensen daarin ja, aan de hand mee te nemen, in die zin van: goh, proberen eens te bedenken hoe het dier het zou voelen en niet hoe ik het zou voelen, want dan gaat het heel erg, aan de ene kant zit je met een hondje met een diamanten halsbandje, en aan de andere kant zit je met de intensieve veeteelt. Nou, daartussen, dat, is, dat zijn twee totaal verschillende werelden, dus die, die, die bij elkaar raken, en ik denk dat we misschien meer vanuit het dierlijk perspectief moeten denken, als vanuit het menselijk perspectief. We moeten natuurlijk, uh, en daar zijn we altijd mee bezig, ook in ons achterhoofd, en misschien is dat niet altijd zo spectaculair als dat sommigen dat wel zouden willen. Uh, de, voor de herintroductie van, uh, van, van de, de bedreigde dieren. Um, en wat, wat ik persoonlijk trots op ben, waar ik zelf geen deelachtig, niet deelachtig van ben, maar uh, Beursdierpark Dierenpark faciliteert enorm grote natuurprojecten in. Um, in De wereld en in dit geval specifiek in Belize, daar worden hele grote gronden aangekocht om uh, tegen houtkap en tegen uh, destructie van het oerwoud tegen te gaan, dus dat worden gewoon hele grote natuurreservaat die, uh, nou, uh, die onder beheer zijn eigenlijk van de Stichting van Beursdierpark. En dat is uh, daar ben ik wel trots op. Ik heb ik ben eerlijk gezegd, ik durf het hier wel te zeggen, maar daar mag ik de familie van Hoofd ook wel mee feliciteren. Dus even uit eigen pet, het is niet met een dubbele pet op. Maar het is, het is wel zo dat ik vind dat. Ik ben blij dat ik daarmee aan verbonden ben, laat ik het zo zeggen. Um, en er moet natuurlijk ook heel veel kennis gedeeld worden met, 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 met iedereen. En. Um, en er zijn ook nog weer hele grote slagen te maken, ook in het verbeteren van dierenwelzijn. En dierenwelzijn is in ons vakgebied lange tijd, en dan praat ik over diergeneeskunde in het breedste zin een beetje ondergeschoven kind. Het ging, uh, ik heb ooit de eet moeten afleggen voor diergezondheid en dierenwelzijn. En het is veel op productie en op, uh, op, op, op geld. En ik denk dat we die, die zaak weer langzaam moeten hervinden. Het is een beetje een... een, een een uh, ethisch appel uh, aan het eind van de, van deze deze uh, uh, co dit college maar het is misschien wel nuttig om dat uh, mee te nemen dit is overigens een impressie van uh, van het oerwoud van belize waar onder andere een heel groot mangroven uh, deel nog wel intact is en daar is dan de link met onze mangroven uh, hal ook te maken um, ik dank jullie hartelijk voor uh, de aandacht en ik Hoop dat het uh, naar wens is. Hm.